Weet je, ik kan er gewoon echt niet meer tegen. Dat lekker naar boven trappen, naar beneden. Snap je dat neerbuigende gedrag? En dan voor de macht en dan iemand die voor vrijheid strijdt en pleit. Die uitscheldt. 101 bars. Veel stunt, stunt 101. Ik vraag geen toestemming. Let's get em. Big boss line, big checks, big chain, big grips, big chicks, big whips, big flesh out the vets. Old school, trap city, yeah, drug city. Zit in je story. Ik voel me als Jerry Baudet. We voeren beschaafd het gesprek, maar soms ben je het zo zat dat we allemaal Jesse Klaver willen slaan op zijn bek. Want het is allemaal zo nep. Koopmans, Osterhaus en een big pharma stocks. Rutte wit wast ons geld wel even voor zijn NAVO-job. D66 is werkzaam in de klimaatindustrie. En zo betalen ze voor een plek. In Amerika heb je vrijheid van meningsuiting. Juist opruiming, massale bomenkapsels en uitgewijkt werkjes en biodiversiteit. Het zit in de historie en DNA. Dus daarom hebben wij veel verzet, maar ook veel verraad. Ja, in NL is alles regenbogen en regen. Ik denk geen paraplu vandaag, het KNMI zal het wel weten. Maar ze weten niet eens of het vannacht regent. Maar wel dat Utrecht over 10 jaar zelig. Alles omgedraaid, andersom, werd het krom. Wist je toen je s'avonds niet naar buiten kon zonder aangeleind hond of politieuniform. En dan aanval op PVV en Baudet. Maar Gatesy zegt, ik roei iedereen uit met mijn vaccins. Is een fantastische vent. Er is echt een oorlog tegen de mensen. Dus als je het nog niet ziet, ben je echt een mens. J-Line, ben echt een man. Big stunts, big crips, big whips, big chain, big chicks, big flash. Big check. Boys in the scene lijken me wel aardig. Maar spit zo negatief en ongeloofwaardig. Je weet wie de baas is, kennen de status. Ze kennen de platen en weten van mijn straten. Als mijn nieuwe track echt niet helpt, trek ik me terug in mijn schelp. Mijn Braziliaan Scotty vegan shit en wil alleen echte melk. Ik krijg het gevoel dat Willem het niet zo bedoelt. Maar fuck die Argentijnse hoer, def na. Met de scheve smoe, je zou de kop willen aborteren van abortus-eugenisten. Laat het tegen zichzelf maar zo snel mogelijk euthaniseren. Geen bij jezelf. Wat ga je nog ondernemen? Pak mijn geld en verdwijn. Want MKB en ZZP gaat aan banden, we moeten allemaal naar de Albert Heijn. Eindelijk eens een keer een echt debat voeren, dat zegt hij. En dat is ook de slotzin. De enige manier om vertrouwen te herstellen is door wel die discussie aan te gaan. Als ik zeg, wat zit er eigenlijk in die kast? Je moet me vertrouwen! Want nee, ik wil gewoon weten, wat zit er in die kast? Vertrouwen naar buiten, die kast is leeg. En maar, ja, kun je het dan laten zien? Of, nou, doet u het weer. En dit is het kwakzalver. De experts hebben ons toch verteld dat die kast leeg is. Ja, ik word steeds wantrouwiger, weet je wel. Terwijl als je gewoon zegt, nou prima, nodig een paar mensen uit. Laten we gewoon daar een symposium over organiseren. Fijn, gooi het open. Net zoiets als bij, wil je nou betalen door de Russen of niet? Vertel het dan gewoon. Ja, ik heb 100.000 keer verteld dat iets. Kan je aantonen? Ja, waarom kan ik nou aantonen dat ik niet betaald ben?